De Nijmeegse Vierdaagse lopers waren vanochtend al heel veel op pad. Temperaturen waren toen nog aangenaam, gemiddeld zo'n 18 à 19 graden. En op veel plaatsen was het ook nog droog. Maar het westen van het land, vanochtend toch al een enkel buitje. Kan ook al wat onweer bij zitten, maar in groot gedeelte van het land is het nog droog bij temperaturen halverwege de ochtend, gemiddeld zo'n 22 graden. Naar de rest van de dag gaat de temperatuur verder omhoog. Op veel plaatsen temperaturen boven de 25 graden en ook zelfs tropisch. 28 tot 32 graden in grote delen van het land en daarbij in de loop van de middag al een eerste regen of onweersbui landinwaarts, maar aan het eind van de middag dan vanuit het zuiden de meest pittige exemplaren met kans op Hagel, onweer en windstoten. Nou, vanavond schuiven de buien over een groot gedeelte van het land. Temperatuur halverwege de avond nog rond de graad of 24 en bij buien kan ook nog eens heel veel regen naar beneden komen. Nou, de rest van de week ziet er allemaal weer een stuk aangenamer uit. Temperaturen gaan naar beneden, naar normale waarde voor de tijd van het jaar. Iedere dag kan er wel een bui vallen. Maar de meest droge dag lijkt toch wel de vrijdag te worden.